Meer dan 3,5 jaar na het Brexit-referendum heeft Groot-Brittannië vorige week de EU verlaten. Eindelijk zou je kunnen zeggen, maar de realiteit is helaas dat de saga nog lang niet ten einde is en onzekerheid voorlopig gewoon verder duurt. Er verandert voorlopig eigenlijk niets, want begin februari is de zogenaamde transitieperiode begonnen. Die duurt in principe tot einde dit jaar. En in die resterende 11 maanden is het de bedoeling dat de EU en Groot-Brittannië tot een handelsakkoord komen. Dat is om te beginnen een zeer korte termijn, want bij handelsakkoorden denken we doorgaans niet in termen van maanden, maar wel in termen van jaren. Dat is bijvoorbeeld ook zeer duidelijk gebleken uit de recente handelsakkoorden tussen Europa en Canada of tussen Europa en Japan. Alles wijst er bovendien op dat die onderhandelingen een heel zware dobber zullen worden. Want het gaat lang niet alleen over de effectieve handel in goederen en diensten, maar ook over productstandaarden, milieustandaarden, financiële diensten, belastingen, mobiliteit van personen, energie, luchtverkeer, ook visserij. En daar stopt het niet. Er is ook nog de samenwerking op het vlak van justitie, buitenlands beleid, gegevensbescherming, cyberveiligheid en ga zo maar door. En ja, de kans dat hierover een akkoord kan gevonden worden binnen deze beperkte termijn schatten we zeer laag in. De transitieperiode zou natuurlijk kunnen verlengd worden met 12 of 24 maanden, tenminste als zowel de EU en het Verenigd Koninkrijk dat willen. Maar dan moet die beslissing wel vallen voor 1 juli, volgens het zogenaamde Withdrawal Agreement. En dat zal niet eenvoudig zijn, want Boris Johnson heeft al duidelijk gesteld dat hij dat absoluut niet ziet zitten. In plaats daarvan liet Johnson wel weten dat Groot-Brittannië zeer ambitieus is en zich wil kronen tot absolute kampioen van de vrijhandel. En hij stelt bovendien dat de handelsovereenkomst tussen de EU en Canada tot voorbeeld spreekt en ja, hij wil ook minimale tarieven en quotas. Volgens Johnson moet Brexit bovendien totale autonomie inhouden. Wel, het zal natuurlijk blijken dat die absolute soevereiniteit waar de Britse premier constant mee schermt, één grote illusie is. De EU zal sterk vasthouden aan de term level playing field, gelijk speelveld dus, wat zoveel betekent dat het zeer waakzaam zal zijn dat er geen sprake is van oneerlijke concurrentie. Het leidt bovendien geen enkele twijfel dat de EU over de sterkste onderhandelingsmacht beschikt. Hè, want het heeft een groot demografisch en ook economisch overwicht. Ook wat de relatieve handelstromen betreft. Europa beschikt daar over de beste troeven, want de Britse export naar de EU bedraagt maar liefst 12% van het Britse BBP. En dat is ruim 4 keer zoveel als omgekeerd. De conclusie is dus dat het risico op een harde Brexit prominent aanwezig blijft. Er is niemand die precies weet hoe het zal aflopen. En net dat zal zorgen voor aanhoudende onzekerheid.